goed. Alle ballen op Bergkamp, die is inderdaad te slecht, mensen. Maar dat is wel een beetje wat het is vandaag. Want mevrouw Bergkamp heeft er nogal een bende gemaakt. Want er werd geklaagd over haar voorganger. Er werd een onderzoek ingesteld, maar dat werd weer gedaan door iemand die geklaagd had. Nou, die zijn weer gestopt met z'n allen. Niemand weet meer hoe het gaat. Eén partij hier, die wil een debat, zodat ze lekker een motie in kunnen dienen. De rest niet, die zegt, joh, morgen komt er een commissievergadering. Wij snappen er eigenlijk ook niet heel veel meer van. Maar we proberen het in de komende 8 minuten aan u uit te leggen. Alle ballen op Bergkampen, dat was 1 jaar of 20 geleden een goed idee. Maar ga niet lekker daar, hè? Nee, het is op dit moment een beetje een rommeltje, ja. Druk jij nog diplomatiek en zachtjes uit? Ja, ik ben nooit zo van de scheldwoorden en zo. Maar... Nee, maar wel van een stevige mening. Zeker, maar mensen weten precies wat ik bedoel. En bedoelen we dan ook, het is beter dat ze vertrekt? Nou, weet je, ik vind dat lastig om te zeggen. We hebben morgen commissie van werkwijze. Dan gaan we ook horen, willen we ook weten wat er precies is gebeurd. Wat is er toch die angst van de Tweede Kamer, ook uw partij, om die mevrouw Bergkamp op alle falen toch echt eens even aan te pakken? Ja, doe normaal, man. Doe normaal. Echt, wij zijn zo ontzettend druk met onszelf. Ja, dat was eigenlijk mijn vraag 2. Ik word hier helemaal gek van. Echt waar. We zijn hele dagen zijn we hier aan het praten over onszelf. Waarom zijn we hier? Om problemen buiten op te lossen. Om daar aan de slag te gaan. En niet om druk te zijn met elkaar. Ga dat dan eens doen? Nou, daar zijn we mee bezig. Daar ben ik hele dagen mee bezig. Het komt niet echt over. Nee, waarom komt het niet over? Omdat jij dan weer zegt van ja, nu moeten we weer over... Oh, pas op. Nooit media schuld gaan geven. Sorry, nee, dat was echt een fout. Ja, ik stel alleen maar vragen. Er zijn journalisten die dan beginnen inderdaad over het gedoe, over alle ruis op de lijn. Ik ben daar echt zo klaar mee. Wat ik met name nu van dit weekend heel vreemd vind, is dat er taken worden neergelegd. Denk, ja, wat is dat? Taken neergelegd. Als ik bij Albert Heijn werk en ik zeg, ik leg mijn taak als vakkenvuller neer, dan krijg ik meteen een exitbrief volgens mij. En dan zegt ze, u hoeft niet meer terug te komen. Waar vroeg u nou net steun om die u niet kreeg? Eigenlijk om 2 verzoeken had ik. Hè. 1, een debat, zodat we moties kunnen indienen. Bijvoorbeeld een motie waarin ik kan aanvragen om dat onderzoek naar mevrouw Riep te stoppen. Bij elk ander bedrijf, als er klachten zijn, zouden we willen dat zo'n onderzoek wordt ingesteld. Nou, als we dat bij een ander bedrijf willen, moet dat hier ook gebeuren. Nu rustig dat onderzoek laten doen en vooral weer aan de slag met de echte problemen. Maakt u de vergelijking, want dan maken wij ook de vergelijking. Zeg maar, als je dit soort dingen in het bedrijfsleven doet, was je al lang weg geweest, was je al lang op straat gezet. Ik zie dat de voorzitter 1 ding voorop stelt en dat is de veiligheid van medewerkers. Dat moet boven twijfel verheven zijn. Nou, daarom wordt dat onderzoek gedaan. Het presidium kijkt daar verder op toe. Die hebben mijn vertrouwen. En verder ga ik gewoon mijn werk doen. Wat ik nou niet snap, is dat hoe kun je nou zeg maar het toestaan dat iemand die een klacht indient ook het onderzoek gaat doen? Dat is toch heel gek, dat snapt u toch ook? Wij hebben morgen een overleg met de commissie voor de werkwijze. We hebben gisteren ook een hele uitgebreide brief daarover gestuurd. En morgen is het overleg met de commissie voor de werkwijze. Maar dat is geen antwoord op mijn vraag. Jazeker wel. Nee, ik vroeg me af, kijk, ik vraag het u nu. Het is geen inhoudelijk antwoord, maar wel een proces. Ja, maar het vroeg mij waarom u dat gedaan heeft. Want u kunt zelf ook snappen dat natuurlijk alle belangenverstrengeling, dat snapt u toch zelf ook. Iemand een klacht indient die dan zelf het onderzoek gaat doen. Ja, ik snap de vraag. Daar twijfel ik ook. Ik snap de vraag. Maar ik vind het belangrijk om morgen eerst uitleg te geven aan de commissie voor de werkwijze. Überhaupt het idee dat je iemand een onderzoek laat uitvoeren die zelf een van de klagers is. Ben ik nou gek? Of? Nou, het een sluit het ander niet per se uit. Maar nee, je bent helemaal niet gek. Nou, zij is daarin betrokkenen geweest, mevrouw Bergkamp, in haar rol als vorig presidiumlid. En de tweede betrokkene is inderdaad, dan hebben ze het gedelegeerd. Ze wilden netjes zijn, ze hebben het gedelegeerd aan een HR-manager, die nu volgens mij weer is opgestapt overigens. Of eventjes pauze houdt, dat weet je dus even niet. Of even pauze. En die was ook betrokken, want die is ook een klager. Dus het is de ene betrokkenen geeft het over aan de andere betrokkenen. Het is allemaal niet zuiver. Het is allemaal niet zuiver. U heeft overal verstand van, Jurp, overal verstand van. Leg maar nou eens even uit, welke macht heeft die Kamer nou om hier aan deze ellende een einde te maken? De Kamer heeft bijna geen macht. Dat is allemaal in dat geheime presidium waar u in. Maar u volgt erop, neem ik aan. U volgt erop? Dat is ook voor het eerst de PVV'er die niet bij ons wil praten. Ik wil gewoon in die commissie van werkwijze morgen wil ik gewoon nog meer weten. Het naadje van de kous, inderdaad, in hoeverre kunnen wij dat doen? Is het wenselijk dat we dat doen? Wie dan? Dat wil ik gewoon eerst weten voordat ik daar iets over zeg. De griffier en het managementteam die haar taak hebben neergelegd gewoon nu op staande voeten ontslaan. Want ze zijn werkweigeraars en waarom moeten ze
heel veel geld per maand krijgen. Even voor de duidelijkheid, zij hebben geen ontslag genomen, zij zijn teruggetreden. Met andere woorden, ze doen even een paar weken niks. Ja, dus normale mensen in Nederland, als ze tegen hun baas zeggen ik wil niet meer werken, dan krijgen ze ook geen salaris meer. En zij krijgen gewoon salaris. Ik heb gelezen dat die griffier meer dan 11.000 euro per maand krijgt. En voor niks doen vinden we dat allemaal heel erg veel geld. Ja, dat is ook een boel geld, daar wil ik best even op solliciteren. Absoluut. Heeft u al een nieuwe griffier, mevrouw Bergkamp? Het mogen duidelijk zijn dat het prioriteit is om nu een waarnemend griffier aan te stellen. En dat is inderdaad de inzet van mij en van het presidium om daar echt prioriteit aan te besteden. Welke te begrijpen, korte termijn. Kan ik daarop solliciteren of? Er is geen vacature, dus helaas. Helaas, was ik er bang voor. Maar haalt u de cash? Dat is natuurlijk altijd de sportvraag. Ik hoop dat ik in goede gezondheid blijf. Dat hoop ik zo. Ja. Maar blijft u dan ook weer? Bent u dan nog voorzitter? We hebben zo de regeling. En ik ben benieuwd wat de reacties zijn. Gaat u de Kamer nog om een uitspraak vragen? Heeft u nog genoeg autoriteit in de Kamer, vindt u zelf? Ik heb een hamer, ik heb een zelf, dus dat doet toch goed kan. Toch weer bizar, hè? Dat er gewoon werkelijk waar geen enkel antwoord geven. Het is een hele simpele vraag. Denk je dat je de cash haalt? Dat is een hele makkelijke vraag. En waarom ga je nou in godesnaam iemand een onderzoek laten uitvoeren die zelf de klager is? Dat snapt mijn debiele broertje nog. Ik heb geen debiel broertje, laten we dat voorop stellen. Maar dat bij wijze van spreken, in overdrachtelijke zin, als ik er een gezeik weer met Forum. Als er wat speelt, zoals nu, dat zijn best heftige dingen. Als er geklaagd wordt over een ex-voorzitter, je stelt er een onderzoek in. Nou, dan denk ik ook, dit gaat nog goed. Dat er dan een fout gemaakt wordt, lekker, kijk, niet netjes, doe je aangifte. Maar er zitten toch ook wel dingen bij. Of je denkt, nou, als je nou iemand, degene die geklaagd heeft, een van diegenen, ook het onderzoek laat doen. Ja, kom op. Nee, maar dan moet je niet weglachen. Dat is heftig. Nee, ik lach helemaal niks weg, omdat dat gewoon diep triest is. Oké, daar zijn we het daar wel overheen. Dus is de vraag ook niet gek, hè? Het toezicht, nooit is een vraag gek. Het toezicht op het reilen en zeilen van de Kamer gebeurt door het presidium. Daar zitten 7, eerst 8 leden in, namens ons. Niet namens onze fractie, maar ik vertrouw ze dat helemaal toe. Zij moeten knopen doorhakken en zeggen, joh, wij gaan nu onderzoek doen. Waarom? Omdat het hier een veilige werkomgeving moet zijn voor 600 medewerkers. Klaar, aan de slag. Als daar een fout wordt gemaakt, nou, corrigeer je dat. Trek het been bij, ga aan de slag en door. Dat is het. U wilt een debat en dan kun je onder andere een motie van wantrouwen indienen tegen mevrouw Bergkamp. En als de hele Kamer steunt, dan moet ze alsnog aftreden. Dat is een beetje de enige macht die de Kamer heeft. Dat is een behoorlijke macht. Nou, bij jullie liggen die dingen standaard voorgedrukt. Maar had je gedacht dat dit kans krijgt of dat iedereen gewoon van de coalitie een hand boven het hoofd houdt? Nou, ik zag vandaag volgens mij een meerderheid van de Kamer die het hand boven de hoofd van Vera Bergkamp houdt. Ja, je kreeg helemaal geen steun, ook van niemand in. Nee, helemaal geen steun. Nee, dat zijn jullie inmiddels ook wel een beetje gewend. Flauw om te zeggen, maar toch. Dit is echt enig mogelijk. Want de Kamer zegt eigenlijk, we hebben een presidium gekozen en die gaat erover beslissen. Ja, nou, er werd ook nog, ik kreeg helemaal geen steun, dus kan ik een kleine nuancering maken in mijn voordeeltje deze keer. Wie wel? Nou, er werd verwezen naar een commissie van werkwijzevergadering. Die wordt morgen gehouden. Ik zelf verwacht er eerlijk gezegd weinig van, want de vorige keer heeft Vera Bergkamp die voorgezeten. En ja, was het een soort D66-retraitemiddag. Dan mocht iedereen zijn gevoelens uiten, maar er mochten geen besluiten genomen worden. Want die had Vera Bergkamp al genomen. Dus dat schot niet, dat schiet niet echt op, zo'n vergadering. Misschien gaat die morgen anders. We zullen dat morgen even moeten afwachten. Misschien een idee voor een partijloze voorzitter? Ja, dat kan. Ik dacht dat hij gewoon echt altijd buiten die partij is. Boven die partij is dat echt. Ja, dat is zo. Johan Remkes misschien vragen. Die zit bij de VVD. Ja, hij is lid, hè? Ja, hij is lid. Lid. En jij hebt wat met die Remkes, ik ga er niet weer over beginnen. Nee, maar kijk, en dat je lid bent van de VVD, dat zegt tegenwoordig niet zoveel. Hè? Dat gaan we zaterdag zien. Precies. Al sinds 2003 tendentieus, ongefundeerd en nodeloos kwetsend. Dat moet zo blijven. Steun Geen Stijl en word lid van Geen Stijl Premium. Via premium.geenstijl.nl. Dankjewel.